Een field school is de eerste praktische kennismaking van de eerstejaarsstudenten met archeologie. Een field school duurt 5 weken en ik vind zelf dat je die tijd ook wel nodig hebt. En er zijn ook veel belangrijke dingen moet leren. Graven, boren, profielen uitzetten. Het eerste half jaar heb je vooral theorie geleerd. En is dan wel leuk dat je nu ook in praktijk kan toepassen. De combinatie van landschap en archeologie beschrijft eigenlijk de geschiedenis van een gebied. En dat is wat ze met boringen in de grond proberen in kaart te brengen. Ja, de opgraving bestaat uit verschillende handelingen die achter elkaar worden gezet. Het schaven van de opgravingsput, dus eigenlijk met de schep een heel klein laagje grond weghalen. En vervolgens gaan de studenten alles opmeten. En dat doen we met chalons en meetlinten en meetpennen. Zodat de sporen netjes op tekening worden gezet. Dus je gaat op schaal ga je tekenen wat je hebt gevonden. Dat is archeologie. 2895. Op de field school leer je eigenlijk alle basis van het opgraven. Dat heb je allemaal nodig als je later echt aan het werk gaat. Het is wel heel fijn om het allemaal wel een keertje gedaan te hebben, voor je meteen in het diepe wordt gegooid. Op het moment dat wij ze allerlei vaardigheden aanleren, dan groeien ze. En je ziet dat de meesten heel enthousiast worden en absoluut door willen met het vak van archeoloog. Zodat je ook weet waar je zit. En we sluiten de field school af met een traditionele barbecue, een hoop lol en een hoop bier. En georganiseerd door de studentenvereniging.